Vandaag zijn wij aanwezig bij de aankondiging van de nieuwe Nederlandse film Helleveeg in het heerlijke Amsterdam Vondelpark. U heeft het boek geschreven in 2013, nu wordt het verfilmd. Zeg eens eerlijk, hoe erg zit u met de vinger in de pap? Geen enkele vinger in de pap. Ik heb het boek geschreven en dat is het. En dat geef ik uit handen en een ander mag daar zijn gang mee gaan. Heeft u het boek ook zelf gelezen? Zeker heb ik het gelezen. Ik tikte meteen toen het uitkwam. Ja, nee. Zoals André al zei, ben ik ook een groot fan van het werk van Rijden. Nee, ik heb alleen een script gelezen. Nee, nog niet. De Bende van Os speelt zich af in Brabant en ook deze film speelt zich af in Brabant. Ja. Wat is er mis met het noorden? Helemaal niks. Ik heb ook een aantal films gedraaid die het noorden spelen. En alleen, ja, de eerste 20 jaar van je leven zijn heel erg bepalend. Dan kijk je goed, dan voel je veel, dan maak je veel mee. En het is heel een mooie uitdaging als regisseur om weer terug te kunnen gaan naar je jeugd. Nou ja, dat hebben we wel gezien zo langzamerhand. Hè. Dat is ja Amsterdam of Den Haag of ja. Nee, daarom vind ik het is voor ons, voor het Westen is het natuurlijk toch exotisch, Brabant. En ja, het is ook prettig filmen daar. Om je voor te bereiden op de rol, hoe ga je dat eigenlijk doen? Heel veel poetsen. Ik neem overal mijn stofdoek mee naartoe en ik ga alleen maar Brabants praten en mensen met je afkappen. Nee, ik denk wel dat ik veel zou moeten oefenen met het Brabantse accent. Dat ga ik doen. Ja, secuurder dan ooit, denk ik. Want het is heel episch. Dus het is, ik speel 17 en 56 en wat daartussen zit allemaal. Dus dat, daar komt meer bij kijken dan gewoon die woordjes zeggen en doen wat er in het script staat. Wat is een familieherinnering die u nooit zal vergeten bij u thuis? Bij uw familie? Mijn oma dement was en die herkende niemand meer. Die herkende zelfs mijn moeder niet meer. En mijn oma die was jarig op 27 november. Toen kwam de hele familie bij elkaar. En dat zijn ongeveer 70 man. Omdat mijn oma heeft 14 kinderen gekregen. Die zijn allemaal getrouwd. Die hebben allemaal minstens 3 kinderen. Het zijn heel veel mensen. Ze herkende helemaal niemand. Tot op de deur werd gebonden. Toen kwam Sinterklaas binnen. En toen zei ze, ja, dat is Sinterklaas. Die ken ik wel. Ik denk nu bijvoorbeeld heel erg aan dat mijn zus een fotootje van een echo op het aanrecht legde, want dat ze een kindje kreeg. Ik had 5 broers, dus wij waren met 6 en ze moesten allemaal in de fanfare van mijn vader spelen. Daar hadden we een ontzettende hekel aan. Maar van de andere kant, als ik nu weer die foto's terugzien, dat wij als een soort mini-familie Von Trapp uit de Sound of Music, liedjes uit de Sound of Music speelden op trompet. Ach ja, dat is me, ik heb het zo gehaat dat het inmiddels weer heel dierbaar is. Binnenkort beginnen de opnames van de nieuwe Nederlandse film Helleveeg. Volgend jaar maart 2016 kun jij de film bekijken in de bioscoop.